Hey boys, welkom. Het is hier terug. Tom's Red Recording Tier Shinderscore Live. En nu met phase 2 van Verzik. Dus let's get started. Range pre-op, Piety en gaan. Hoe dat ik deze phase altijd het liefste uitleg is, je stapt gewoon in een driehoekskeut. Dus je begint rechts, je hit Verzik, je gaat naar links. Je gaat naar rechts, je hit Verzik en naar links. Je moet nog een paar mechanics van Verzik nog buiten weten. Op 35% gaan er hier rode krabben komen en dan moeten melee preyen. Mage preyen, sorry. En dan moeten twee hits op die krabben doen en dan terug op de bos, want die krabben healen de bos. Wat je nog hebt is dit bolletje. Dit bolletje betekent, dat is eigenlijk een elektrische schok, zal ik maar zeggen, en dat gaat door Verzik. Dus dat gaat van hier naar hier en dan terug naar mij, snapte? Als je te ver weg bent, of dat bolletje gaat niet door Verzik, hit je dan 50. Dus daar moet je echt van oppassen. Deze phase is de moeilijkste om te leren voor learners. Dus pas daar goed mee op. Dit lijkt gemakkelijk dit lopen, maar dat is het niet. Dan heb je nog die random krabben dat spawnen. Altijd oppassen van die krabben. Weglopen van die krabben gewoon. Want die kunnen nu voor 60 hitten. En dat is de paarse krab. Die krab, als je die laat staan... dan spawnen er geen andere krabben meer, maar daartegenover staat wel dat Verzik hield. Die paarse krab hield Verzik, dus dat wilde niet. Voor de rest is die terug 35%, dus die rode krabben gaan komen. Dat zijn de deze dus. Dus je maakt dat die eigenlijk zo low as possible zijn. Dit is bijna low genoeg. Voilà, dat is goed. Want die ontploffen en die healen Verzik. Als die krab in de weg staat, zoals like als bij mij nu, gaat dan even gewoon langs de andere kant staan. Ik zeg het moeilijkste waarmee je het gaat hebben, zie, nu healen die de bos, voilà. Het moeilijkste wat je hier gaat hebben is het loopje, eigenlijk. Is dat ik zeg dat je in een driehoekje moet lopen en zo, dat lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Maar het is wel het gemakkelijkste hoe dat ik het kan uitleggen. Als je normaal gezien kunnen drie side hits doen als je tick perfect bent en dan kunnen er ene skippen. Nu, ik doe dat niet, ik doe twee side hits en ik skip dan een side hit. Als je dat niet doet, dan is er kans dat Verzik die boss u bounced. En die bounce dat doet damage. Zie, dat gebeurt er dus. Hij heeft chance dat er nu geen range attack op hem komt. Dat was dus de range attack. Dus dit was de range attack, dus daar moet je mee oppassen. Dat je dan niet op zo'n hoekje staat. Daarom dat ik ook zeg... zie, voilà, ik ga nu naar dat driehoekje. Snap je? Ik doe altijd dat driehoekje. Dat is het beste hoe ik het kan uitleggen. Dus nu is 6% Verzik. Normaal kunnen nu de krabben skippen. Voilà, terug naar bounce. Nog een bounce. Chance dat die geen range hits op hem krijgen. En dit was Verzik phase 2. Nu pakt u pots op en nu gaat het ineens voor phase 3. Alhoewel, ik zal jullie eens phase 3 ook uitleggen. Dus als die met haar gat naar omhoog gaat, is het magic. Is het met haar poten omhoog, is het range. Dus daar moet je eigenlijk op oppassen. Ik ben nu de tank, dus hetgeen dat ik doe, ik ga onder Verzik staan totdat die iets doet. Als die iets doet, dan... dan kan ik gemakkelijk, allee ja, dan kan ik hitten en terug eronder gaan, want je wilt niet dat je teams melees krijgen, want dat hit enorm veel. Zie, dit is dus de range attack. En dit is webrunnen, dit is heel moeilijk om te leren. Maar eigenlijk is het principe, je hit aan elke kant één keer. Dat is het principe. Probeer niet op een hoek te hitten. Probeer altijd in het midden te hitten. Ik had normaal niet gedacht dat ik phase 2 en 3 te samen ging uitleggen, boys. Maar het is nu zo, dus ik... Op 20% gaan er paarse tornado's komen, dus dat wilde niet. Ah ja, hier nog iets. Als die dit doet, dan moet op zo'n geel bolletje gaan staan.
Want als je niet op tijd op zo'n bolletje staat, dan gaat je dat heel veel damage kosten. Dus dat wilde je vermijden. Dit, nu zegt hij, I'm not finished with you yet. Dus dan moet je uitkijken. Je wilt niet dat die tornado's je raken. Want dan doet dat je damage. Al ja, dat doet u damage en dat hield een boss. Dit is nog zoiets, dat is die bal, dat doet u 74 damages. Daar moet je mee uitkijken. Dit was eigenlijk Berserk nummer 2 is het moeilijkst om uit te leggen. Al ja, phase 2 van Berserk is het moeilijkst om uit te leggen. Phase 3 is gemakkelijker voor een learner dan phase 2. Dus geen purple, jammer genoeg. Maar ik wens jullie allemaal super veel geluk bij Theater of Blood. Weet, ik zit in de clan Dutch Rebels. Dat is een Nederlandstalige clan. Als je wilt, iedereen is vrij om te joinen. Als je wilt. En wij pakken ook learners mee. Dat wil zeggen, ik, twee mensen dat het goed kunnen. En dan nog één learner. En alles wordt u dan ook nog eens uitgelegd. Dus als je wilt en je zoekt een Nederlandstalige clan, Dutch Rebels is the place to be. Voor de rest kan ik niet echt veel zeggen eigenlijk. Ik wens jullie allemaal veel succes om het te proberen. En mijn loot is op dit moment maar 170k. Not too shabby. Dus ça va wel. En ik wens jullie allemaal veel geluk. En dank u om te kijken naar de guides. Als je het cool vindt wat ik doe, kun je mij altijd een like geven op YouTube. Je kunt mij een follow geven. Je kunt subscriben op YouTube. Dat is ook gratis op YouTube. Je kunt mij ook volgen op Twitch. Twitch.tv/TRC_live is mijn Twitch, iedereen. Dus ja, dat was het eigenlijk een beetje. Met je allemaal en veel succes. Yo!